Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is woensdag of donderdagnacht. Het is 2 uur om precies te zijn. Wij zijn wakker geworden vannacht. Wekkertje gezet, want mijn droom komt uit. We gaan vandaag naar New York en dat rond de kerstperiode. Voor wie mij misschien al wat langer volgt. Ik ben echt helemaal gek van kerst. Londen al een paar keer geweest. En nu is het zover. We gaan naar New York. Oh, ik heb er echt zoveel zin in. Ook wel met een dubbel gevoel, want Noé die gaat niet mee. Die blijft bij mijn schoonouders de komende dagen. Ze zit natuurlijk nog met haar middagslaapje en we willen ook zoveel mogelijk van de stad bekijken. Dus dat is de reden geweest dat we hebben besloten dat we met z'n tweeën gaan. Voor het eerst met z'n tweeën weg. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Even wat tijd voor elkaar. En om de stad te bekijken. Och, ik heb er zoveel zin in. Gisteravond hebben we de koffers al klaargemaakt. Toen kwamen we er trouwens achter dat we geen handbagagekoffertje mee mochten. Dat was nog wel even een dingetje. Ik dacht, oh, ideaal, handbagagekoffer. Ik neem een bodywarmer mee. In het vliegtuig wil ik die niet aan, kan ik die daarin stoppen. Maar dat gaat dus niet. We vliegen met United Airlines trouwens. We mogen wel een koffer van 23 kilo mee. En dan handbagage, maar die afmeting is wat kleiner. Goed, ik heb een tas gepakt. De belangrijke spullen gaan bij Mike in de rugtas. Ik neem het eten in mijn tas, want ik heb een open tas. Ik heb verder geen dichte tassen. Dus dat hebben we zo gedaan. Dus dat is ook helemaal goed gekomen. We hebben voor de zekerheid ook alle reispapieren, ESTA en dat soort dingen uitgeprint. Ik weet niet hoe dat gaat, hoe ze dat willen checken. Maar ik dacht, nou, misschien handig om dat op papier mee te hebben. Of dat allemaal nodig is, ga ik jullie in de loop van de video vertellen. Maar ik ga jullie heerlijk meenemen op reis naar New York. En ik mocht natuurlijk vandaag weer een pakje uit de adventskalender openen. Mike en ik hebben een adventskalender voor elkaar gemaakt. En vandaag zaten de hele kerstoorbellen in. We zijn inmiddels aangekomen op Schiphol. Goede reis hier naartoe gehad. Lekker rustig op de weg. We hebben hier overal al kerstbomen gespot. Super leuk. Bij de ingang natuurlijk een hele grote. Die foto heb ik al even naar mijn moeder gestuurd dat we al over waren. En ja, nu moeten we maar een half uurtje wachten. En dan kunnen we de koffers afleveren en kunnen we ook door de douane. Misschien komen we Rob de Brink nog wel tegen, want het is natuurlijk december. Dus misschien is hij ook niet eens love aan het opnemen. Stiekem hoop ik dat, maar ik ga er niet van uit. We zitten in het vliegtuig. Het vliegtuig is echt enorm. Ik ga de camera omdraaien, dat kan je zien. We zitten in het achtergrond gedeelte en voor ons zitten nog een 3 gedeelten. Ik zit op stoel 5L en die voor nog heel veel rijden. Ik wil het laten zien, maar goed, ik kan het niet zo goed zien, want de andere hal kunnen we niet inkijken. We hebben ook nog heel fijn een dekentje en een kussen gekregen. We zijn in New York. We hebben een hele goede vlucht gehad. We zijn net met de trein hier deze kant op gekomen als een klein stukje. En toen we nog 10 minuten lopen, dan zijn we bij het hotel. We gaan zo even inchecken. Dan ga ik jullie de kamer laten zien en klets ik jullie even bij. We komen gelijk goed aan, want de kerstbomen staan hier al. En dit is onze hotelkamer. We moesten net even 45 minuutjes wachten en nu kunnen we erin. Nou, het ziet echt helemaal prima uit. We hebben ook best leuk uitzicht. We zitten op de 16e verdieping. En dit is ons uitzicht. En dit is onze badkamer. Echt top. Groter dan ik verwacht had. Ik las overal dat het heel klein zou zijn, maar dat vind ik echt reuze meevallen. Oh jongens, we zijn er. Ik ben er eventjes voor gaan zitten, want ik denk ik ga jullie nog eventjes bijkletsen over de reis. We hebben echt een topvlucht gehad. Alles was heel goed geregeld. We zijn met United Airlines gevlogen. Was ik nog nooit eerder mee gevlogen, maar vond ik echt een dikke aanrader. Heel veel eten onderweg, dus dat is ook heel erg fijn. Ik dacht dat we alleen ontbijt zouden krijgen, maar we hebben veel meer gehad. We hebben lekker ontbijt gehad. Dat wel, dat was een omelet met spinazie en met kip. Daarbij kregen we ook nog wat fruit en een muffin met chocola. Verder hebben we stroopwafel gehad, pizza gehad. Echt 100 keer drinken, dat was echt top.
ook op tijd aangekomen hier in New York. En het ging ook heel erg snel met de controles, met de paspoorten en zo. Ik had al eens gehoord dat het heel lang kon gaan duren, maar dat is bij ons niet het geval. Van het vliegveld, of toen we het vliegtuig uit waren, tot aan we bij de koffers waren, was binnen een half uur hadden we controle alles er al op zitten. Dus dat was echt heel erg fijn. Hoefden we niet zo lang te wachten. Toen hebben we de AirTrain genomen naar het dichtstbijzijnde station. En vanaf daar zijn we hier in de buurt gestopt. En moesten we nog ongeveer een kwartiertje, 10 minuutjes lopen naar hier. Dus ja, een beetje de omgeving gezien, al die grote gebouwen. En nu zijn we in het hotel. Heb ik jullie net al eventjes kort de kamer laten zien. Is ook echt helemaal top. We blijven in het DoubleTree by Hilton Times Square West. Hele mond vol, maar daar verblijven we dus. En dat is dus op loopafstand van Times Square. Dus dat gaan we zo ook eventjes allemaal verkennen hier eventjes de buurt. Kijken waar we misschien morgen kunnen ontbijten. Kerstmarktje misschien straks wel bezoeken. En Times Square natuurlijk bekijken. Ik neem de camera mee. We gaan ons eerst nog eventjes een beetje opfrissen na de vlucht. En dan ja, gaan we op pad. We zijn nu nog in de straat van het hotel. Maar wat de gebouwen nu al. Nog Times Square, ja, lopen we nu nog steeds. Maar hier is gewoon midden in de stad een kerstmarkt. Dus daar gaan we even lekker langs lopen. En we lopen langzaam zo meteen richting Bryant Park. We zijn even op de kleine kerstmarkt bij Times Square geweest, zoals je net zag. En nu lopen we richting Bryant Park, naar de echte kerstmarkt. Gaan we ook even lekker een hapje eten. Inmiddels wel honger gekregen. Het begint ook donker te worden. Het is nu 4:30. Volgens mij wordt het in Nederland rond 4:30 donker. Maar we moeten dan even zien vol te houden, want in Nederland is het natuurlijk al heel erg laat. Maar we willen zo min mogelijk last hebben van de jetlag, dus we blijven nog eventjes wakker. We zijn aangekomen bij de kerstmarkt bij Bryant Park, maar ook die gebouwen dan op de achtergrond. Echt wauw. We zijn nog steeds in Bryant Park. We hebben lekker wat eten. We eten eventjes heel fijn kip. We hebben inmiddels het eten op en zijn nu aangekomen bij Macy's. Maar wauw, wat ziet dat er mooi versierd uit. We zijn weer onderweg terug naar ons hotel. Het is 6:30, want we zijn gewoon dood op. Ik moet zeggen, beneden vond ik Macy's echt helemaal geweldig. Maar we zijn tot de 7e verdieping gegaan. En hoe hoger we kwamen, hoe slechter het was, hoe slechter de roltrappen waren. Maar wel heel erg leuk om eventjes gezien te hebben. En vooral die etalages waren geweldig. We gaan zo nog eventjes een filmpje kijken. Om de tijd nog even te rekken, want anders gaan we heel vroeg naar bed. En ja, daarna gaan we wel slapen. Hopen dat het jetlag meevalt. En dit is dus gewoon de terugweg naar ons hotel. Goedemorgen, het is vrijdagochtend, 6:30 om precies te zijn. We werden vanmorgen rond 5:00 wakker, lekker gedoucht en nu op pad. Het is nu al druk op de straten. We dachten, we gaan mooi op tijd op pad. We kunnen nog even wat dingen bekijken, zoals Times Square, als het niet zo druk is. En we willen even naar Rockefeller Center even de kerstboom bekijken. Misschien dat het dan niet zo'n hele grote reis is. Dat gaan we even doen en dan gaan we zo ook lekker ontbijten. Kijk hoe heerlijk rustig nu nog om 6:30. Dus wij genieten echt volop. We lopen nu eventjes door richting de kerstboom bij het Rockefeller Center. We zijn onderweg naar de boom bij het Rockefeller, maar we komen deze tegen. Maar deze is ook echt prachtig. Ik val echt van de ene verbazing in de andere, want nu komen we dit weer tegen. Het is trouwens dicht bij Radio City, waar we vanavond naar de show gaan. Maar echt overal is het zo mooi versierd. En van de ene versierde plek naar de andere. Oh, de plek waar ik zo graag heen wilde samen nu. Ik sta namelijk bij de kerstboom bij het Rockefeller Center.
We hebben lekker ontbeten bij Pret. We hebben in Londen ook altijd lekker ontbeten en broodjes gehad. En nu hebben we hier even een foto gemaakt bij de kerstboom. En gaan we weer op pad. We hebben het schema van morgen en vandaag even omgegooid. Het kwam iets beter uit omdat we al heel wat van morgen hebben meegepakt vandaag. Dus dat hebben we gewoon omgegooid. We zaten ook niet aan dagen vast. We hebben gewoon even dingen vooraf gepland wat bij elkaar lag. Zodat we niet de hele tijd crisscross door New York gingen. Dus ja, nu lekker op pad. Het wordt ook wat drukker. Het is goed weer. Ik heb gewoon een bodywarmer aan en een trui. Ik dacht, nou ja, als het heel warm wordt, want het schijnt 40 graden voor, dan gaan we nog even terug naar de hotelkamer en kunnen we ons altijd nog eventjes omkleden. We zijn in het Rockefeller Center. Achter mij is de schaatsbaan. We moeten even 3 kwartier wachten, want dan is het zover. Gaan we naar boven bij Top of the Rocks. We hebben net de tickets opgehaald. We hebben bij stedentrips.nl geboekt en dan krijg je daar gratis tickets voor. Het is vandaag ook super mooi weer en overmorgen wordt het wat minder. Dus we dachten, nou, dan gaan we daar vandaag maar even gebruik van maken. En aangezien we toch nog even moeten wachten, kijken we even bij de schaatsbaan bij de boom, bij de Rockefeller. Echt prachtig uitzicht. Zo gelukkig. We zijn nog een verdieping hoog gegaan en nu hebben we uitzicht op Central Park. En de laatste trap en nu zijn we echt helemaal boven. Kijk, één keer wat een uitzicht. Ze hebben trouwens ook iets nieuws, dat is de beam. En dan ga je dus omhoog. Mag je geen camera of iets meenemen, maar dan heb je dus echt een heel tof uitzicht over de stad. We zijn weer beneden. Echt wat een geweldige ervaring was dat. We kwamen net weer langs de boom bij het Rockefeller. Nou, het is echt ontzettend druk daar. Nu is het blij dat we daar vanmorgen vroeg al geweest zijn. We gaan nu trouwens op zoek naar de volgende kerstboom. En dan gaan we nog naar Grand Central Station, Central Park en nog wat dingen. Ik weet het niet eens meer, maar nog heel veel dingen vandaag op de planning. En daar zijn we. En deze boom die staat dus bij Lotte's Palace New York. En nu zijn ook nog wat van Gossip Girl uit zijn genomen. Dus dat is echt perfect. We gaan nou weer door. We hebben inmiddels al meer dan 8000 stappen gezet. En het is nog maar 11 uur. Dus dat gaat flink. We zijn onderweg naar het Plaza Hotel. We kwamen langs de Trump Tower. En dan moeten we natuurlijk even een kijkje binnen nemen. Ze hebben hier ook echt allemaal Trump merchandise. We zijn nu helemaal boven in de Trump Tower. Beneden kun je dus ook nog wat eten. En morgen komt de kerstman hier. En dit is de public garden van de Trump Tower. Maar het stelt eigenlijk heel veel voor. Maar wel heel leuk om natuurlijk gewoon even een kijkje te nemen. En dit is dan het uitzicht. We zijn in Central Park. We hebben een fietstoer. Nou ja, fietstoer, wij hoeven niet te fietsen. Wij kunnen gewoon lekker zitten. We zitten in zo'n kerstwagen en we mogen bij elke stop eruit. Alle bekende plekjes stopt hij even. Mogen we even lopen. Hij wil zelfs mee om foto's te maken. Dus dat is echt top. Kerstmuziekje erbij. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Misschien een beetje overdreven, maar goed. Wel heel erg leuk om te doen. En dit is onze eerste stop. De brug van Home Alone. Met dan hier uitzicht op het Plaza Hotel. En onze tweede stop, schaatsen in Central Park van film Home Alone. Met de prachtige uitzicht op de achtergrond.
onze tour zit erop. In een uur met de fiets heel veel van Central Park gezien. Bij heel veel hoogtepunten gestopt. Heel veel bekende plekken ook uit films. En ja, het was gewoon wel heel erg duur, maar wel echt de moeite waard. Want anders doe je er veel langer over om alles te voet te doen. En nu wordt alles verteld en anders loop je er denk ik gewoon voorbij. Dus we vonden het wel echt heel erg leuk om te doen. En die man deed het ook gewoon hartstikke leuk. Nu lopen we naar de kerstmarkt bij Central Park. En dan gaan we straks ook eventjes een hapje eten. We zijn aangekomen op de kerstmarkt bij Central Park. We zijn alweer eventjes op de hotelkamer. We hebben eventjes de beentjes hoog gedaan. Ons opgefrist. Ik heb even mijn haar gekrult. Of nou ja, meer iets slag gemaakt. Ik heb dezelfde outfit als gisteren aan. Want we gaan zo naar de Rockets. We gaan naar de kerstshow. En ik dacht, nou, het ziet dit wel heel erg feestelijk uit natuurlijk. We gaan zo ook nog eerst even een hapje eten. En dan waarschijnlijk nog wel even wat rondstruinen, want we hoeven pas om 10 uur daar te zijn. Ik ben heel erg benieuwd. We liepen vanmiddag er al langs. Er waren er ook voorstellingen, de hele dag door trouwens. Er stonden van die rijen en er stonden echt mensen met pakken al buiten. En van die candy canes in de handen. Dus we gaan het zo meteen zien. Het moet echt fantastisch zijn, dus daar ga ik ook vanuit. We zitten bij Taco Bell, want iedereen zegt dat het echt super lekker moet zijn. We hebben echt een compleet menu voor $10. Hebben we dan nog wel even wat patatjes bij drinken. Dus we gaan het lekker opeten. We zijn nog iets te vroeg voor de show, dus we zijn nog even weer naar de kerstmarkt bij Bryant Park. Ja, ik wil het. De show is net afgelopen en het was echt fantastisch. We lopen nu terug richting het hotel. Het is echt nog ontzettend druk op straat. We zijn ontzettend moe, dus we gaan zo meteen ook, als we terug zijn in het hotel, gelijk slapen. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Kort dagje gehad. We lagen om 12:30 op bed en om 6:00 waren we wakker. We waren net lekker even gedoucht en nu zijn we onderweg naar Brooklyn. We gaan voor het eerst met de metro. Even kijken hoe dat precies werkt. Dat gaat natuurlijk allemaal niet zoals wij weten hoe het moet. We hadden heel graag de zonsopkomst in Brooklyn willen zien. Alleen de zon komt al op. Dus daar zijn we iets te laat voor. Het is nu 7 uur. Maar goed, ik hoop dat het daar dan nog even rustig is. Dat we daar gewoon eventjes kunnen lopen. En natuurlijk een leuk fotootje kunnen maken. En we hebben een metrokaart. Nou, we zijn er op de Brooklyn Bridge. Bekende Instagram hotspot. We Water Street gekruist met Washington Street. Het uitzicht op de Brooklyn Bridge. Dus ook wij gaan dan natuurlijk even een foto maken. En dan gaan we zo even naar een lekker eetentje. En gaan we samen ontbijten. Ik had het net over de fotospot bij de Brooklyn Bridge. Maar dit is de Manhattan Bridge. We zijn aangekomen bij een heel klein tentje in Brooklyn. Maar kijk, dit is ons ontbijt. Het ziet er ook echt ontzettend lekker uit. We hebben net lekker ontbeten bij Cruel Fever in Brooklyn. Echt dichtbij die hotspot waar we net zijn geweest. Echt ontzettend lekker. Heel klein tentje. Heel simpel, maar heel erg goed. Ik heb mijn chaudrans nog overgezet mee. En we hebben net de metro genomen naar Pier 35. Daar lopen we nog toe. Daar hebben we dus namelijk schommels met uitzicht op de Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge. En het moet echt prachtig zijn, dus daar gaan we natuurlijk even een kijkje nemen. Het is maar een heel tijdelijke stop, maar wel even leuk om het natuurlijk te zien. Hier als je hier bent, het uitzicht ook wel echt prachtig.
dans op. Het is zo heerlijk hier. Eventjes ontsnapt uit de drukte van Times Square hier in Brooklyn. Het is echt heerlijk rustig. Ik weet niet of het altijd zo is, maar nu wel. En dat op zaterdag trouwens. We kijken gewoon nog steeds lekker uit op de Manhattan Bridge en de Brooklyn Bridge. Prachtige gebouwen op de achtergrond. Dus we zitten hier gewoon nog eventjes lekker en dan gaan we zo meteen weer op pad. We willen nog naar de Vessel en we willen ook naar Hudson Yard en Highline Park. Dus dat is denk ik onze volgende stap. We wilden bij Williamsburg naar de kerstmarkt, maar ik kan daar nu geen informatie meer over vinden. Dus ik vind het zonde als we daar dan naartoe gaan en het toch niet zo blijkt te zijn. Nou, onze plannen zijn alweer gewijzigd. We zijn nu lekker aan het wandelen. We wandelen naar de Staten Island Ferry. Het is een half uurtje vanaf Pier 35. We wouden eerst naar de Vessel. Daar gaan we nog steeds naartoe. Maar we gaan nu eerst dit doen, omdat dit gewoon lekker een half uurtje wandelen is. En dan hier langs het water. Dus dat leek ons wel een heel fijn idee. We zijn met de veerboot naar Staten Island gegaan, daar zijn we nu. We komen dan langs de Statue of Liberty, dus die hebben we net gezien. En hier is ook een outlet center. We gaan zo even een hapje eten, want we hebben inmiddels weer trek. We moeten ook plassen. Maar je hebt hier ook echt perfect uitzicht, dus dat ga ik jullie eventjes laten zien. En dit is het uitzicht. Op de camera niet heel goed te zien, maar zo heb je wel een beetje een beeld. Er zijn hier dus allemaal winkels en het ziet er ook echt heel nieuw en heel leuk uit. We hebben lekker wat gegeten. Ik heb nog even wat gekocht bij de H&M. En we hebben nog even wat pretzels voor op de ferry. Want we gaan door naar de volgende ferry. We gaan nu door richting de Vessel. En vanaf hier kan je dus met de ferry die kant op. Duurt 3 kwartier. Dus vandaar dat we wat lekkers voor onderweg hebben. En ja, het kost maar $4. Dus dat is helemaal prima. Daar gaan we lekker gebruik van maken. Rustig toertje weer over het water. En dan straks de Vessel bekijken. En daar gaan we dan. We hebben hele lekkere snacks mee aan boord. Het zijn dus pretzels met kaas en een hotdog erin. We zitten nog steeds op de boot. Het is wel ijskoud, maar dit uitzicht is echt fantastisch. We hebben een hele leuke boottrip gehad. Ik had niet verwacht dat we zoveel zouden zien. Echt fantastisch. En we lopen nu op de Vessel af. Daarachter is Hudson Yard en het ziet er echt fantastisch uit. Ik zeg het volgens mij echt bij alles, maar ik vind ook echt alles super mooi uitzien. Ik ben echt helemaal onder de indruk. Hier omheen zijn dus allemaal bomen met lampjes erin en dan heb je dus hier de Vessel. En hier is Hudson Yard en we lopen nu deze kant op om de Vessel van binnen te bekijken. Wauw. We zijn onderweg naar Dijkenhuis Christmas Lights. We zijn net nog bij de Highline geweest. Daar hebben we gewandeld en gewinkeld bij Hudson Yard. En toen hebben we de metro naar hier genomen. Het was best nog wel een stukje, iets meer dan een uur. En we moeten nu ook nog een klein stukje lopen om de lampjes te bekijken. Maar ik denk dat het helemaal waard is. Want ik heb foto's en filmpjes gezien en we moeten echt over de top zijn. En hier komen we al een beetje in de stemming. We lopen terug naar de metro. Het was echt geweldig. We hebben volop rondgelopen van de lampjes genoten. Er zat ook een jongetje op de blokfluit muziek te spelen. En iedere keer als je dan wat geld gaf, dan stopte hij en zei die happy holidays. En dat was zo aandoenlijk. Wij gaan nu terug naar het hotel. Lekker slapen. Morgen weer een nieuwe dag. Goedemorgen, het is zondagochtend. Ik ben nog steeds aan het nagenieten van gisteren. Wat was dat een ervaring? Wat ben ik blij dat we naar Dijkenhuis zijn geweest. Een prachtige kerstwijk en dat moest ik natuurlijk gewoon gezien hebben. Nu is het 8:30, we zijn wat later op pad dan normaal.
We gaan richting Ellen Stardust. We willen daar ontbijten en we hopen dat daar een plekje is. Ik verwacht dat het heel druk zou zijn als we morgen voor een nieuwe poging wagen. Vandaag wordt het weer ook wat minder. Ze voorspellen vanmiddag regen. Het is nu niet zo zonnig, maar goed, we hebben natuurlijk ook al heel veel dagen mooi weer gehad. Dus dat pakt niemand het weer af. Ik hoop echt dat daar een plekje is, want dan gaan we even ergens anders gaan binnen eten. Vanmiddag hebben we allerlei dingen binnen gepland. Zo willen we ook dus naar het 9/11 museum. Dat wilden we eigenlijk al gisteren gaan doen, maar we dachten dat we het beter vandaag doen, want dan wordt het weer wat minder. Ontbijt vandaag bij Ellen Stardust zit er niet in. De rij staat gewoon tot om de hoek. Het is hier achter me. Dus dat gaan we niet doen. We gaan lekker andere plekjes zoeken. We gaan het morgen opnieuw proberen. Morgen is maandag. Misschien dat we dan iets meer kansen hebben. Gaan we voor iets eerder. Maar helemaal prima. De straat hier achter waar we net vandaan kwamen, staat ook heel veel eetentjes. Dus die kant lopen nu op. We hebben een plek gevonden om te eten. Het ziet er echt allemaal super lekker uit. Ik heb nog even een taartje meegenomen voor straks. En Mike heeft nog een koekje. We hebben echt super lekker ontbeten en zijn nu richting Central Park gewandeld. En dan lopen we nu. Zijn even lekker aan het rondlopen. Ik ga zo eventjes ergens zitten, want het is nu nog goed weer. En dan gaan we dadelijk ons gebakje opeten. Daarna lopen we straks richting Fifth Avenue, want daar schijnt de hele straat afgesloten te zijn vandaag. Van 12 tot 6 uit mijn hoofd, omdat dan iedereen gewoon lekker op straat kan lopen. En ja, het moet heel leuk zijn, dus daar gaan we een kijkje nemen. En daarna willen we dan door richting het 9/11 museum. En daar gaan we zo even tickets voor reserveren. Want dat hebben we nog niet gedaan. Het is nog geen 12 uur, maar de straat zijn al wel afgesloten. Ze zijn allemaal tentjes aan het neerzetten. Dus we kunnen nu gewoon dwars over de straat weer lopen. Wij zitten lekker bij Bread & Menu. We gaan even wat lunchen. We wilden heel graag bagels, maar het was zo ontzettend druk daar. We hadden geen hoek gedaan. En hier was het gewoon lekker rustig, dus is ideaal. En het eten is altijd wel lekker top. Ik heb een broodje met kip en mozzarella. En er gewoon heel simpel produceren bij. Dus dat gaan we lekker opeten. We hebben op Fifth Avenue gewandeld. Echt ontzettend druk. We zijn ook naar de St. Patrick Cathedraal geweest. Daar heb ik een kaarsje gebrand. En daar was een mis, want het is vandaag weer de afwisseling waar we bij stilgestaan. We hebben nog een deel van meegekregen. Nu gaan we even eten en dan gaan we richting Ground Zero. En dan gaan we zo meteen door naar het 9/11 museum. We zijn aangekomen in het Westfield World Trade Center. We zijn van Bryant Park met de metro deze kant op gegaan. En we moeten nog even een uurtje wachten en dan kunnen we naar het 9/11 museum. Dus we gaan nu eventjes hier rondlopen. Het is inmiddels 2,5 uur later. We hebben echt bijna 2,5 uur daar rondgelopen. Ontzettend indrukwekkend en heel bijzonder om het verhaal te zien. De gezichten van de mensen die zijn overleden. Je kon daar ook op het scherm op een persoon klikken en dan kreeg je natuurlijk een verhaal van die mensen, hoe oud ze zijn, wat ze deden en noem maar op. Nu zijn we nog even weer bij de winkels. We lopen nog eventjes rond en dan is het straks alweer tijd om even een hapje te gaan eten. We zijn weer terug op de hotelkamer. We hebben nog niks gegeten, maar ik wilde heel graag even met de beentjes hoog. Ze zijn een beetje moe. We maken ook elke dag bijna 30.000 stappen, dus dat is best flink. Dus we gaan gewoon lekker eventjes zitten, even de beentjes rust geven. En dan gaan we straks op pad om een hapje te eten en nog weer even wat van de stad te bekijken. Want morgen gaan we natuurlijk alweer naar huis. Gelukkig hebben we morgen nog een hele dag. Want we vliegen pas in de avond, dus dat is wel heel erg lekker. We hebben net bij de receptie ook even
koek opgehaald. Die kunnen we dagelijks ophalen. En die zijn echt super lekker hier. Dus dat is wel heel erg fijn. En dan ja, straks lekker op pad om een hapje te eten. We zijn weer op pad. We zijn op zoek naar een eettentje. Alleen dat wil nog niet echt lukken. Vandaag zit het echt tegen. Het ontbijt zat al tegen. Het lunch konden we al geen plek vinden wat we wilden. En nu hadden we een hele tentje met zo'n hoek gevonden. Maar het zat ook vol tot 9:15 vanavond. Dus ja, dat wordt hem niet. Dus we lopen nu weer verder. En gaan gewoon op zoek naar wat anders. Ik had echt zin in een biefstukje om gewoon lekker dat ergens in een restaurant te gaan eten. Maar die mogelijkheid zit er daar in ieder geval in. Oh, ik heb een nieuw tentje gevonden. We gaan even de menukaart kijken en dan vragen of er wel nog een plekje vrij is. We hebben ontzettend lekker gegeten. Ik heb een heerlijke entrecote gehad. En nu zijn we in de Target. We zijn aan het kijken of we wat Amerikaanse snoep kunnen vinden wat we mee kunnen nemen. Kijk, deze mega grote zak M&M's. We zijn dat de laatste avond toch nog even naar Times Square gaan bij Night. Het is de laatste keer dat we dat kunnen zien. Want dit ga ik echt wel missen. Alright. Good morning, het is maandagochtend. Het regent echt ontzettend. Ik heb mijn rok opgekleed. Ik heb een prettig gedaan sjaal om. En ik heb trouwens mijn nieuwe jas aan die ik bij Uniqlo gekocht hier in New York. Maar goed ingepakt tegen de regen. Ik heb net lekker gedoucht. We zijn nu onderweg naar Aaron Star, dus daar willen we gaan ontbijten. Ik had een lunch als de plek is. En eventjes naar Rockefeller, want ik wil daar met mijn Instagram nog heel graag een fotootje maken. En die hebben van de week niet meten hoe we daar waren. We hebben net trouwens voor het kleine stukje even de metro genomen. Normaal lopen we het, maar het regende echt zo ontzettend hard. Nu valt het trouwens mee, het druppelt wel wat, maar prima te doen. En als ik me omdraai, is hier alweer de prachtige kerstboom. Nou, de foto is gemaakt. Die hebben we met de Instax gemaakt. Die hebben we laten maken, want we wilden het natuurlijk samen op. En dat is met de Instax wel een dingetje, want dan kun je hem alleen van dichtbij maken. Maar het is gelukt. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik heb het in de tas zitten. Hij moet nog even ontwikkelen en we gaan hem zo bekijken. Je merkt trouwens echt dat het maandagochtend is. Het is echt rustig. De drukte van het weekend is weer voorbij, want het was echt de afgelopen dagen ontzettend druk. Maar goed, het hoort ook een beetje bij. Het is New York natuurlijk. We zijn nu onderweg naar Ellen Stardust. Ik hoop dat er plek is. Als de weer een rij buiten staat, ga ik het echt niet doen, want het regent. En het begint nu ook wel weer even wat harder te regenen. Dus dan gaan we gewoon weer lekker ergens anders eten. Dat is ook helemaal oké. Maar het leek ons heel leuk om dat een keer mee te maken. Voor de rest is het onze laatste dag. Volgens mij heb ik het nog niet gezegd. We hebben vanmorgen de koffers al ingepakt. Dus die zijn klaar. En dan is het nu nog even een dagje genieten, want we hebben hele fijne vluchttijden. We vliegen pas vanavond laat terug naar Nederland. We gaan niet naar Ellen Star, dus want hier staat de rij en we lopen helemaal door tot daar. Terwijl daar aan het einde van de straat pas is, dus wij gaan naar alle eetentjes zoeken. We zijn weer voor ons lekker ontbijtje bij Pret gegaan. We hebben weer een broodje met bacon, ei en cheddar. Dat is echt ontzettend lekker. Ik heb dit keer een yoghurtje met granola en blauwe bessen. En weer deze lekkere strawberry lemonade. Maar ik heb trouwens bijna hetzelfde. Die heeft een ander yoghurtje met kaneel. En die krijg je meteen op de koffie. We hebben lekker ontbeten en zijn nu onderweg naar Grand Central Station. Het is droog, dus dat is echt ideaal. Maar ik wil heel graag Grand Central Station zien. Het moet een heel mooi station zijn. Maar ook omdat ik natuurlijk de Coffee Girl heb gekeken. Dus daar zijn we nu naar onderweg. Straks gaan we nog lekker eventjes winkelen. En ik kom nog even naar de kerstmarkt. Want ik wil heel graag een kerstbal halen van New York. En die kun je dan ook personaliseren. En we gaan naar binnen. Wauw. We zijn een stukje Grand Central Station ingelopen. En er zit hier een hele supermarkt. Allerlei afdelingen. Daar is kruiden. We hadden net al vlees. Hier kaas. Maar het is echt de moeite waard om eventjes daar naar binnen te lopen. Het ziet er echt geweldig uit. En mocht je wel weten hoe het heet, Grand Central Market. Ik val echt van de ene verbazing in de andere. Ik heb al winkels gezien, nou, supermarkten en nu gewoon allemaal restaurants hier beneden. We zijn nog even op de hotelkamer, we zijn de koffers nog even aan het inpakken, de laatste spullen. En dan is het voor ons tijd om in ieder geval de koffers beneden bij de receptie te zetten. Dan moeten we de kamer uit.
Maar we zijn net nog even bij Bryant Park geweest. Daar hebben we een kerstornament gekocht. En dan met New York en onze namen erop. En 2023, dat wilde ik heel graag. Want die hebben we ook uit Londen. Hebben we uit Dortmund. En we hebben eentje met corona. Zijn we nergens geweest. Heb ik eentje besteld met die mondkapjes erop. Dus eigenlijk van elk jaar gewoon één. Dus nu eentje van New York. We zijn nog bij Bath & Body Works geweest. Daar waren we nog nooit geweest. En heb ook nog wat gekocht. Ik heb daar een body mist gekocht. Pure Wonder. Ruikt echt mega lekker. Dan heeft Mike ook een body mist gekocht. Dat is Noir. En we hebben nog zeep. Handzeep. Maar dan is het de foam. Dus dat is wel heel erg chill. Dit is dan de Treeform. Ruikt echt naar kerstboom. En this is the season. Die ruikt naar appelkaneel. Dus dat is heel erg lekker. Dus dat hebben we dan nog even meegenomen. En ik heb natuurlijk hier nog een jas gekocht. Dus dat zijn de souvenirtjes voor onszelf wat we hebben meegenomen. We stoppen nog even de laatste spulletjes in de tas. En dan gaan we beneden de koffers afgeven. En gaan we nog even het centrum in. Laatste uurtjes. En dan nog eventjes wat eten. En dan is het ook alweer tijd om naar het vliegveld te gaan. We hebben net het super lekker Venus gegeten. Ik ruik echt helemaal naar knoflook. Hier zit trouwens het snoep of zelfs chocola beveiligd achter een of andere glas. Maar goed, wij gaan nu even wat lekkers uitzoeken wat we dan meenemen in het vliegtuig. En dan gaan ze terug naar het hotel de koffers ophalen. Ze hebben hier zelfs een afdeling met allemaal kerstsnoep. En kijk hier, de Grinch chocolade. We hebben een hele tas vol snackjes gekocht voor in het vliegtuig. We zijn inmiddels op het vliegveld, we zijn al door de douane heen en wachten nu tot onze vlucht gaat. Nog heel eventjes wachten en dan gaan we terug naar Nederland. We hebben echt ontzettend genoten, het was echt heel erg tof om te doen. Maar we zijn ook heel erg blij dat we weer terug naar Noorwegen gaan, want die hebben we echt ontzettend gemist. We gaan de nacht de vlucht in, dus dat is wel ontzettend fijn. We landen om 6:15 op Schiphol, dus we hopen dat we dan lekker geslapen hebben. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij de volgende video. Tot dan!